Hey, hallo en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Op Reis met Stijn. Ondanks dat het vandaag gewoon droog is en ik inmiddels al lang weer een nieuwe camper heb, leek het me leuk om een compilatie te maken van alle lekkages die ik gehad heb met mijn oude camper. Maar ben jij nou een nieuwe kijker of een nieuwe abonnee, zou het best wel eens kunnen zijn dat je mijn oude camper nooit gezien hebt. Dus laten we eerst even een duikje nemen in de geschiedenis. Eerst nog even een mededeling. Uit de statistieken blijkt dat ruim 60% van mijn kijkers niet geabonneerd is. Wil jij het verschil maken en mij enorm helpen? Druk dan gauw op de rode abonneerknop en dan gaan we nu verder naar de video. Het verhaal van mijn camper begint in 1982 toen deze blauwe Ford pick-up ter wereld kwam. 10 jaar later is deze samengevoegd met een hobby caravan. Om vervolgens als een volwaardige camper verder door het leven te gaan. Hij is een aantal keren van eigenaar gewisseld en heeft prachtige reizen gemaakt, om uiteindelijk in de foodtruck wereld terecht te komen. Toen ik hem kocht was hij totaal leeg en uiteindelijk heb ik er weer een volwaardige camper van kunnen maken, helemaal naar mijn smaak en stijl. Compleet beplakt met mijn eigen stickers heb ik met deze camper ruim 12.000 kilometer gereden. Ik ging wonen, werken en leven met deze camper. Ik heb prachtige dingen gezien en meegemaakt, maar helaas ook veel lekkages gehad. Ik heb iets gevonden waar ik niet zo heel vrolijk van word. Dit zei ik al na een paar maanden. Als ik mijn matras optil, zie je daar heel veel vocht. En het komt vanaf de zijkant en heel mijn matras is aangetast. Kijk, mijn camper begint af te takelen. Waarschijnlijk is hier in dit gebied veel water naar binnen gelopen. Via die regel onder mijn matras gekomen. Om verdere schade te voorkomen heb ik me even vastgeplakt met duct tape. Maar kort daarna gebeurde dit. Ik heb hier 1 nachtje gestaan. Het heeft vannacht ontzettend hard geregend. En je ziet het al. Ik heb hier een lekkage. Is het enige dakluik wat ik niet vervangen heb. Van alle dakluiken. Want hij was nog goed. Maar hij is natuurlijk als een idioot gaan lekken. En met alle regen van afgelopen nacht had ik zelfs op de grond gewoon een plas staan. Dat heb ik nog niet eerder gehad. Dat is probleem 1. Probleem 2 is dat ik nog een lekkage heb. En dat is hier op de bank. Hier uit het plafond begint het te lekken. Uit het plafond? Hoezo ineens uit het plafond? Nou, ze hebben ooit op het dak een of andere metalen constructie gemaakt. Ik weet niet waarom. Misschien voor een zonnepaneel of zo. Maar dat heb ik er niet afgehaald. Omdat ik dan een aantal gaten in mijn dak zou hebben. Dus dat kan beter erop laten zitten. Maar nu begint het daarop te lekken. Dus gewapend met een nieuwe tubekit ging ik het dak op. Het was hoog tijd om weer eens een noodreparatie aan te brengen. En kort daarna kwam ook een nieuw dakluik binnen. Tijd om deze dus te gaan vervangen. Dat is hem dan, mijn nieuwe dakluik. Super veel extra licht, heel erg fijn. Plafondplaat, daar ga ik later nog een keer iets mee doen.
Zolang er geen nieuw water binnenkomt, ben ik al helemaal blij. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de alcove die nog altijd niet gerepareerd is. Ik heb dus heel de boel opengemaakt, al het rotte hout verwijderd, nieuwe plankjes gemaakt en met heel veel kit weer teruggeplakt. Dit is natuurlijk niet alleen aan de linkerzijde gebeurd. Ook de rechterzijde had een reparatiebeurtje nodig. Ook heb ik meteen het aluminium rek verwijderd, wat ik eerder netjes had afgekit. De gaten heb ik dichtgemaakt met aluminium plaatjes, dus daar komt geen nieuw water binnen. Althans, daar ging ik even vanuit. Het regent nogal hard. En ja. Dit hier. Daar komt water uit. Dus, ik draai de camera even om. Ik ben een aantal handdoeken aan het opofferen om hier de lekkage te verhelpen. Dus ik wil even in ieder geval op onderzoek uit. Ik ga het deels openmaken om te kijken of ik het van binnenuit kan zien waar de nattigheid vandaan komt. Zoals je ziet is dit echt al één groot drama. Stijn, vertel eens. Heb je al enig idee waar dit allemaal vandaan komt? Het is duidelijk dat het echt uit deze rand hier zo komt. Dus ik ga morgen op het dak om te kijken of ik daar echt een scheur zie in de kit. Of iets anders waar water doorheen kan komen. En dan geef ik nu heel even het stokje door aan de voice-over die ik destijds heb ingesproken. En dat ziet er gewoon allemaal keurig uit. De aluminium plaatjes en de kit zitten waar ze horen. Aan de zijkant is al eens kit aangebracht, maar ik zie niet direct of hier een probleem zit. Een andere optie is deze sierstrip, maar die kan ik niet vol kitten. Ik kwam in contact met Jan Klaver, een bekende in de camper reparatiewereld. En in overleg met hem kwamen we tot een goed plan. Zo, daar zit ik op het dak, naast mijn zonnepaneel. En ik ga beginnen aan mijn reparatiestuk. En ik ga het heel even laten zien wat ik ga doen. Het plan is om deze blauwe bies eruit te halen. En ongeveer, even kijken, zeg maar vanaf deze rand tot ongeveer hier, een strook aan te brengen met de rubber sealant. En dan moet het gewoon dicht zitten, dat kan bijna niet anders. Dat het daar ergens op lekt is bijna gegarandeerd. Onder die blauwe bies zitten schroefjes en de caravan is al 30, 40 jaar oud. Dus dat moet daarop gaan lekken. Dus laat ik aan de slag gaan. Nou, ik heb dus over heel die rand een hele strook gelegd van, nou, wat zal het zijn, 5, 6 centimeter. Met voldoende overlapping uiteraard. En nu gaat het, ja, als het ware aan elkaar smelten en wordt het één grote rubber strook die erop komt te liggen. Het duurt ongeveer 12 uur om te drogen, dus dat kan het vannacht mooi doen. En ik zat te denken om eventueel van de week gewoon nog een keer zo'nzelfde laag eroverheen te doen voor een extra afdichting. Ja, goedemorgen. Nou, laat dat goede maar achterwege. Het heeft vannacht voor sinds 2 weken weer een keer geregend. En ik weet niet of je het ziet, maar het lekt weer. Dit is echt onbegrijpelijk. Ik heb het 2 keer helemaal afgekit, 2 lagen over elkaar heen, met die rubber seal. Het loopt gewoon weer naar binnen. Nou, ik denk dat ik nou de goede reden heb waarom het nou lekt. Of het nou weer lekt of nog steeds lekt, dat weet ik natuurlijk niet, want ik kan niet terugkijken in de tijd.
Maar ik had van die slotbouten door het dak heen zitten vanwege het aluminium profiel wat bovenop zat. En die bouten heb ik uit het dak gehaald en die heb ik afgekeerd met aluminium plaatjes, volledig afgekeerd. En dat wil dus zeggen, als je dus nou door zo'n gat heen kijkt, dat je dan niks moet kunnen zien. En bij, wat zijn het, 3 van de 4 is het gewoon helemaal donker. En bij deze, waar het water uitkomt, daar kan ik, nou niet naar buiten kijken, maar er komt licht doorheen. Kijk maar eens. Daar komt licht doorheen. En dat kan natuurlijk nooit als het volledig afgekeerd is. Dus ik heb mijn pot rubberseal er maar weer bijgepakt. En het kwastje, allebei goed ingepakt, dus het is nog flexibel. Nu is het droog. Het gaat vandaag nog best wel veel regenen. Dus heb ik een mooie test straks al. En nu is het droog, dus nu kan ik het erop smeren. En dan heeft het even tijd ook om op te drogen. Het echt uitharden duurt 12 uur. Maar ik denk dat het ook wel goed gaat komen. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. En anders smeer ik het straks of morgen nog een paar keer eroverheen. Ik krijg dit wel dicht. Wees daar nou maar niet al te zeker van. Ja, ik heb het al gevonden. Het lijkt zo netjes afgekit, maar ik word gefopt. Dit is het beruchte plaatje. En ik heb natuurlijk op het dak gezeten en dan gaat alles een beetje vervormen. En hier, je kunt het niet heel goed zien, maar dit plaatje is los of los. Hier staat het open. En dan loopt natuurlijk water in. Ik ga het droog maken en ik ga die rubberseal rondom erop smeren. Dan zal het echt dicht zijn. Ja? Zal dat zo makkelijk gaan, denk je? Dan zal het echt dicht zijn. Nou, ik heb het gewoon helemaal afgesmeerd, helemaal rondom. Het probleem zat natuurlijk vooral hier. Dus ik heb hier echt een flinke laag overheen gedaan. En het spul blijft ook flexibel, dus beweegt het een beetje mee. Ik ga heel even, nou, een kwartiertje, misschien een half uurtje even wachten. Ik kan het even een beetje indrogen. En dan kan ik er een tweede laag overheen doen. Want ik kan nou niet nat in nat, zeg maar, blijven smeren. Want dan smeer je de rest er weer af. Dus ik moet heel even een klein beetje indrogen. We zijn nu ongeveer een half uurtje verder en het is weer gaan regenen. En ik keek hier heel even bij het dak. En nu kwamen er bruine druppels uit. En dat is natuurlijk van die kit. Dus dat... de locatie van de lekkage is, dat is wel duidelijk, anders komen er geen bruine druppels nou uit. Wat ik nou toch heb gedaan, oh, dit is echt zo dom, hè. We gaan eens even kijken wat ik heb gedaan. En dit, dat zat er toen net nog niet. Even over. Kijk eens, het is gewoon helemaal uit gaan lopen door de regen. Er zit nog wel een deel waar het hoort te zitten, maar daarachter ligt een hele plas. Wat hier nou, ja, langsaf probeert, moet ik wel in beeld houden. Even kijken, daar is een hele plas water zo. Dat is wel moeilijk in spiegelbeeld. En dat gaat nou zo, hier langsaf, naar beneden. Maar staat stofdroog na 3 uur en belastbaar met water of regenwater na 12 uur. De komende 7 dagen regent het gewoon non-stop. Hoe ga ik dat doen dan? Moet ik hem ergens onder een brug zetten? Ik ga naar de bouwmarkt toe. Ik ga een groot zeil kopen en touw. Ga ik een plek zoeken waar ik deze nacht ga staan. En ga ik de zeil over mijn dak heen spannen. Blijft mijn dak droog. En kan ik ook gewoon mooi weer opnieuw kitten. Kan ik mooi uitdrogen. En hoef me nergens meer druk om maken. Vind ik best een goed plan van mezelf. Nou vond ik dat van heel veel plannen van mezelf, maar ik denk dat dit echt wel moet werken. Nou, volgens mij kan ik beter die grote mond van mij eens een keer dicht houden. Maar goed, desondanks ging ik vol enthousiasme aan de slag.
Zoals je ziet heb ik het best wel goed schoon kunnen krijgen. Eigenlijk nagenoeg helemaal. En nu ging ik het even op een andere manier doen. Ik heb contact gehad met de hulplijn van Bison. En in overleg vonden zij het een zeer verstandige keuze om eerst een rubber tape aan te brengen en vervolgens af te smeren. Ik ga het zeil eraf halen. Dan zie je hier ook heel mooi door mijn dakluik heen. Het zeil eraf halen en even kijken naar mijn reparatie van gisteren. Dat moet nu wel goed zijn, maar ik ga het toch even laten zien. Ik ben wel benieuwd. Het heeft in ieder geval nog goed geregend. Kijk. Oké. Nou, lekker dan. Ik heb even wat informatie ingewonnen over dit spul. Maar dan neem ik het toch heel even van je over. Want die informatie die klopte totaal niet. Simpelweg kwam het erop neer, dit spul heeft UV-verlichting ofwel zonlicht nodig om uit te harden. Ik ben een paar uurtjes verder en het is goed opgedroogd. En ik laat het nou wel even zien met het roerstokje. Dat ik niet weer voor met mijn hand erin ga. Maar kijk. Het is helemaal goed. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en heb ik in dat deel van het dak geen nieuwe lekkages ontdekt. Super fijn, dus het is tijd om een nieuwe plafondplaat aan te brengen. Helaas was deze enthousiasme van korte duur. Terwijl ik lekker bezig was met het plafond, ontdekte ik weer een kleine lekkage. Ik moest dus weer terug het dak op. Ja, ik was dus bezig geweest met de Bison Rubber Seal. En dat ziet er allemaal nog gewoon keurig netjes uit. Ik was hier een beetje aan het duwen en ineens komt hier een beetje vocht uit. Oh, het zonnepaneel begint ook los te raken. Waarschijnlijk is hier water ondergekomen, want dat sluit natuurlijk niet helemaal aan. En is het zo eronder doorgelopen, dan kan ik het er nou hier zo uitduwen. Zoals je begrijpt ga ik nou ook niet het plafond erin maken. Ik wil eerst weer een flinke regenbui hebben, zodra het uitgehard is, niet eerder, om te kijken of er weer water binnenkomt. Tot die tijd ga ik hier even niets mee doen. We hebben heel wat regenbuien gehad inmiddels, maar ik zat toch te denken, want het lekt verder niet meer, afkloppen. Wat nou als ik even nog een stukje piepschuim hier weghaal en daar een metalen plaatje nog oplijm aan de binnenkant? En dan is daar toch eindelijk het moment gekomen dat ik het aandurfde om echt het plafond erin te maken. Many months later. Lekkage. De laatste lekkage was boven mijn eettafel. En waar ik nu ben, in mijn alkoof,
Dat is alweer echt een hele tijd geleden. Dat kan goed al een jaar geleden zijn. Maar wat was ik aan het doen? Ik was even mijn bed aan het afhalen. En ik haalde hoeslaken eraf. En toen zag ik dit. Dat is gewoon mijn matras. En hier is mijn hoeslaken. En ik zie hier... nattigheid. Nou regent het al een paar dagen. En haalde ik hem nog verder los. En... nog meer nattigheid. En ik had heel mijn alcove gerepareerd. Zowel links als rechts. Maar toch komt er ergens weer water binnen. Dus het zou vooral uit die hoek moeten komen. Maar hier aan te zien is het echt niet van één dag. Want dit is gewoon beginnende schimmelvorming. En je moet je ook bedenken, ik lig dus elke nacht hier zo vlak boven die schimmel. Interesseert me op dit moment ook echt niet hoeveel kit er nog op moet. Hoe dik dat die laag moet worden. Maar ik ga hem echt gewoon dicht smeren. En wat ik nu aan het doen ben, is van binnenuit aan het drogen. Dus ik heb hier het kacheltje neergezet. En ik zie echt gewoon de vochtvlekken daar zo wegtrekken nu. Het is hier ook echt heel warm. Een sauna is er niks bij. Several days later. Ik slaap hier nu al een week hier beneden. Want ik heb het daarboven al wel opgelost. Denk ik, hoop ik. Maar ik vertrouw het allemaal nog niet. Dus ik wil eerst zeker weten dat het droog is. Het regent vandaag alweer heel de dag. En heel de nacht. En het waaide vannacht. Dus ik ben een klein beetje geïrriteerd. Maar dat is niet erg. Totdat ik hier met natte voeten wakker werd. En je ziet het hier zo bij het raam. Het loopt hier ergens naar binnen. Waarom? Geen idee. Nou werd ik vanochtend wakker. En ik zal de handdoek even weghalen. Deze lekkage is een heel stuk groter. En het is echt zeik en zeiknat. Echt niet leuk. En ik zat hier zo allemaal te voelen en te kijken van waar komt dit nou weer vandaan. Nou lijkt het hier, ik weet niet of je het heel goed ziet. Hier zitten twee boutjes. Daar. En dat is van de aansluiting van de fietsendrager die achterop zit. En het zit echt precies zo om die twee boutjes heen. Wat ik dus moet gaan doen, een zeil eroverheen te kunnen spannen over de camper. Hopelijk is alles goed te verstaan, want het waait ook echt nog eens heel erg hard. Maar, even kijken. Hier heb je de aansluiting van de fietsendrager. En je ziet ook echt dat het water hier zo precies op die aansluiting druppelt. Dus daar loopt het gewoon naar binnen. Super irritant. Drama. En aan deze kant, ja, hier loopt het ook ergens naar binnen. Via het rubber of zo, of weet ik veel. Hier aan de binnenkant is het in ieder geval nat. En het is nog wat harder gaan waaien, dus waarschijnlijk wordt het voor jullie heel erg komisch om te zien. Voor mij iets minder komisch om te doen. Maar dat gaan we nou meemaken. Hoe
hoe ga ik dit nog ooit weer lek vrij krijgen? Hoe moet mijn huis ooit lekkage vrij zijn? Hoe? Nou, daar blijkt maar één oplossing voor te zijn. De camper verkopen. En een nieuwe camper is ervoor teruggekomen. Ja, het is gewoon een vrachtwagen. Het is een bakbeest van heb ik jou daar. Maar ik had echt geen keus meer. Het was dweilen met de kraan open. Maar het deed enorm zeer om een oude camper te verkopen. Want behalve dat het mijn huisje was, was het ook echt mijn thuis. Maar het was geen... Ja, het was geen beginnen meer aan. Mijn nieuwe camper ben ik enorm blij mee. Stuk ruimer, stuk beter, lekvrij. Heel, heel fijn huisje. Dus dat bleek de oplossing. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie je graag weer terug bij de volgende. En vergeet niet te abonneren, jongens. Abonneren, liken, reacties geven. Allemaal goed, maar zorg dat je geabonneerd bent. Tot de volgende video. Yo, gast. Wat ben je nou aan het doen? Ja. Nou, ik wil gewoon dat ze de video liken. En jij denkt dat dat werkt op deze manier? Ja. Sodemieter toch op, man.